Jeroen, goeien alle jaren. Welkom bij de laatste aflevering van de Top 100 op televisie. Maar die laatste werd mooi, maar live muziek van Triality. Ja, en we hebben muziek van een verrassend duo. Herman en Jilt ben hier in de studio. En Mink Adema, Gilles Besieten bij Guinea Day. Geen idee hoe dat al rent? Zullen we. Beeldse muziek is een beetje een verrassing. Verklap ik bij deze. Oké, en we hebben de top 100 mini muziek. We spelen nog een keer. En je kunt nog altijd stemmen. Ontemooi, twadde Kriesdooi. Jo stem op frieske top100.nl. En elke 50ste stem bekrijgt hem nog. Die absolute Frieske... Top CD. Oké, okay, we beginnen bij muziek van Flat Out. Die won in 2012 het Friske Songfestival Lied bij het noemer Vogelvrij. Snel daarna verhoorden ze haar namen in Triality. En onder die namen spelen ze het nou nog een keer datzelfde noemer. Hier is Vogelvrij Triality. Reality weer dat bij Vogelvrij. Ze komen ook een keer waarom in deze aflevering van Top 100 TV. Ik zie het achter mijn computerke. Ik denk een persoonlijke top 4 van je leven hier. Ik zit erachter, zie al die namen en ik hier geen idee welke kant op u moest. Geen idee. Ik zat je minken, geen idee. Zie ik eens op.
Hoi Wim en Geert. Nou, ik sta in Vrouwbuurt. Bij Vrouwenparochie, bij de Vrouwbuurtster Molen. En ik denk dat de beeldkers al wel weten waar dat ik heen ging. Kom maar in mij, we stwarm je even ermee. Hallo, hallo. Is er hier thuis? Ik kom even naar boven, ja? Van oude ziel. Nou, goeie. Ik heb geen idee waar het hem nog ziet. Nou, dat komt. Daar is er al. Nou, goeie. Ja, goeie. Hé hey Jan, dan bist je moeder op de Vrouwbuurtstermolen is, hè? Vrouwbuurtstermolen, ja. Ja. Oh, en is dit een hobby? Of, Nee, zaterdags hobby wat, hè? Ja. Zaterdags dan ontvlucht ik het huis even, dan ga ik hier even in, hè? Ja, dus de kist in Heil neemt me vinden in de muziek, of hoe is dat? Niet helemaal, want ons bandje loopt een beetje op poepetje. Hoe is de band Guinea Day eigenlijk ontstaan? Ik meen in 2003 je eerste cd uitkwam is? Ja, dat kan wel kloppen, die kant nu. Het was eigenlijk zo dat Jan kreeg een computer en die ging er met aan het knutselen. En die draaide zelf een cd in een ander. En die heb ik opgestuurd toen naar Kleintje iPop. En toen kreeg ik een brief terug dat ik kon wel komen. En dat was wel leuk, maar toen moest er ook een band komen naar hadden. We hebben heel hard even een band formeerd en we hadden dat spult. En het was op zich zo leuk dat het smaakte naar meer. En daar is dus geen idee uit ontstaan. Je steen, wat, even wat ik begrepen heb, nog net in die Friese top 100. Nee. Hoe kan dat? Nou, ik denk niet dat we goed genoeg binnen, zeker. Nou, ja. We hebben wel een nummer gehad, Oude Ferguson. Een vrijprot dat draait op een radio. Ja, nou dat moet mensen gewoon aanspreken en in hun lijstje zetten. En hij staat in de lijst, dus stem erop zou ik zeggen. En waar was dat de mensen op stemmen? Op wat voor noemer? De Oude Ferguson. Ik zal hem even jaren leren, de Oude Ferguson. Iedereen komt aan mijn Oude Ferguson. Maar... we moeten het ook ergens oors verdwaan, denk ik. Want je stond hier met mij zijn twaan en je meen nou met zijn draaien. Hoe kan dit? Wat is er nou nog aan? Wij zitten sinds een half jaar zonder bassist, maar we wouden eigenlijk wel doorgaan, Tom en ik. Dus de bassisten van Friesland, meld je man. Lijkt het wat om met deze man te spelen? Meld je man en kom langs en misschien wordt het wat. En dan volgend jaar een iPop, dacht ik. Zeker weten. Ik zal even een oproep kunnen doen. Wacht je hem. Bij de Vrouwbuurtster Molen. Zie maar dan nog een bassist broeken. Ja? Geen idee wie dat. Maaike bier precies op. Maaike, jij bij nou. Ja jongen, dat was okay. Helemaal in de war van die bilkens. Ja. Ja. Maaike, Femke en Sanne van Triality on tafel nou. Femke en Sanne binnen zusjes. Ja, Maaike, heb je dan les nog wel eens als zanger van Soldaten of zangeres van Soldaten vooral? Je leest een cd met je draaien dat wie het minnen, Nederlands, oud, mits Iuske, Hollandse veskes. Of, dat wie het eigenlijk toch? Ja. Hoe is dat gong, dat project? Ja, geweldig. Ja. Ja, nee, echt. Echt ja, maar wat hier is zo geweldig om, want ik jerde die cd en ik denk, maar alle respect, maar een beetje moderne Nederlander keerpunt net. Wij zijn niet aan het succes. Wij zelf zijn heel erg trots eigenlijk op deze cd, want dit is echt voor ons alle drie een uitdaging geweest. En daarin heb ik heel erg van genoten, zeg maar. We hebben met geweldige muzikanten mogen werken aan dit project. Onno Krijn heeft echt prachtige arrangementen gemaakt. We hebben zoveel van geleerd. Ja, dat is de producer die het idee eigenlijk hier. Ja, okay. Ja, we hebben kunnen werken met een Ad de Bond. En daar hebben we een theatershowtje mee gemaakt, zeg maar. Ja. En natuurlijk Leonie Jans als coach. Ja. En sowieso, de liedjes zijn niet gemakkelijk. Nee. Dus qua harmonie. Nee, absoluut. Nee, dat bedoel ik. En daarom was het voor ons... Nee. Maar voor ons wel een hele uitdaging qua... techniek en zang, was het wel echt te gek om te doen. En ja, wij zijn helemaal te spreken over de muziek en de teksten. Dit wie in Nederland of een oud-Nederlandse gebeuren, als ik precies. Mm-hmm. Heb je met een koers als Triality? Wil je hem ergens hinnen met je draaien? Of is het een beetje, oh, leuk, aardig idee, doen we.
En dan, of heb je een plan, we willen derste in hoe twaaien? Ja. Ja, we hebben altijd hele grote plannen gehad. We waren bestaan al zelfs met 12 jaar fans, bodyguards in de, nog in de krant. En natuurlijk, daar droomden we altijd van. Maar we zijn er wel echt aan toe. We hebben ontzettend veel projecten gedaan. En daar, ja, daar leden we ons eigenlijk steeds uit. En dat is ook eigenlijk een beetje ons concept. Wij zijn steeds... Komt weer een heel mooi project. Ja, dit is je koers. Dit is eigenlijk koers een beetje te zijn. Okay. Ja, en nou, zijn het is ook niet zo dat we alles aannemen van... Nee. Hey, Triality, willen jullie dit doen? En wij zeggen ja. Maar als wij denken, het is een mooie uitdaging... en het is mooie muziek en het lijkt ons te gek... ja, dan, natuurlijk, dan doen we dat. Ja. En wat er in de toekomst gaat gebeuren, we weten nu misschien. We zullen dadelijk je naar je Christit nog jaren. Dat is nooit het project waar het om draait. Dank je wel dat je hem hier kwam binnen. En dadelijk geef je hem nog weg. Triality, dames en heren, ja. God, je mag heel veel naar de simmer om je weer wat te verpleetsen in dit noemer. Want wat wiert een heerlijke simmerhit. Maar wij denken dat die nou in december ook naar Wolkendijk in. Het is een bijzondere combinatie van Herman RB en Jilt Heidstra. Wat een mooie dag. Een kip met een kuik. Als stier. Ik zie alles ontluiken, ik zie louter plezier. Een sierlijke zwaluw, een eenzame gans. Ik fiets met mijn schaduw, trap half in trance. Wat een mooie dag, het is een mooie dag. Wat een mooie dag, het is een mooie dag. Ik schiel met mijn bootje, zo'n vlucht het mij om. Wol alleen nog maar zielen, wol net denken om om. De wie is altijd bij mij, pek in dit oud boot. Sjoe nog zelf naar de wimpel, loop nog zelf onder de scoot. Wat een mooie dag, het is een mooie dag. Wat een mooie dag. Het is een mooie dag. Je blijft altijd mijn liefste, mijn allerliefste, zei je met een lach. Blijf altijd genieten en zing voor mij op elke mooie dag. Kom zing voor mij op elke mooie dag. Ik rij in gedachten langs plekjes van jou. Ik zou willen schreeuwen van het hoogste gebouw. Doe niet zo bezorgd, zegt ergens jouw stem. De brug gaat weer open, ik stap af en ik ren. Wat een mooie dag, het is een mooie dag. Wat een mooie dag. Het is een mooie dag. Wow, wow, wow. De bloost altijd mijn leerste, mijn allerleerste, dat is wat ze zei. Wow, wow, wow. Die nog maar te schillen, en schillen die niet, het is een mooie dag. Ja, schillen die niet, het is een mooie dag. Volk aan de hemel en je blauwe lucht. Waar moet ik je zoeken? Doe jouw smaak in de schoot. Eenzame nachten, denk het aan die. En de kip met de kuiken en de koe in de wei. Wat een mooie dag, het is een mooie dag. Wat een mooie dag, het is een mooie dag. Herman RB
en Jilt Heidstra. Herman kennen we als een van de frontmensen van de Circus Custis, van lang geleden. Jilt kennen we van Jilles en Jilt in een kroeg op een Jouwer. En hoe komt deze twee heren nog bij elkaar, vregen wij zo. Ik weet dat het een lang verhaal is, Jilt, maar toch even de verkwarte versie. Nou, ik heb te jaar met een buurman hakken duo. Of tenminste, hakken duo. Hakken duo. En daarmee ga ik wel muziek maken op Vlieland. Een soort muziekfestivaltje in hier en daar een kroegje. En Herman moest er echt spelen. En mijn buurman die kent Herman. en zo, nou, we hadden dus muziek maken en zo kwamen we al in één kroeg, al die muzikanten. Yeah. En zo ontstierde wat. Toch al wat dingen. Yeah. En zo is dit nummer ontstierd dus? Nou, ik hier een mooi melodietje. En ik denk, hey Herman, die ken ik nog van Circus Custis. Ik denk, die stem die maakt erbij, bij dat versje. Oké, en dacht Herman dat ook? Die stem van mij, die past daarbij? Ja, dan hij heeft mij toen ook weer uit een andere kroeg gehaald. En zo is het goed gekomen. Geweldig verhaal eigenlijk dit. Maar goed, eenmaal uit de kroeg vandaan dachten jullie van, en nou gaan we er wat mee doen ook. Goeie muziek moet je wat bedrinken. Ja, dat vind ik ook, Herman. Nee, dat hebben we. Ja, nee, het was, we zijn er wat mee aan het zoeien geweest. We wilden het half in het Nederlands, half in het Fries doen. En dat is, ja, toen hebben we via mail, internet, ongelooflijk vaak die teksten heen en weer gestuurd. En toen is dit er uiteindelijk uitgekomen. Tikt er iemand op mijn schouder? Ja, hey, het is Jilt. Ja. Dag Jilt. Nou, dat zit mij wat in gedachten. Dat vind ik wel leuk, want ik vroeg toen Herman. Ik zei, ik heb een leuk stukje. Ik zei, en ook in het Fries, niet Hollands. Leuk, zei Herman, leuk. Hij zei, als het me niet over vogels gaat. Nee. Ja. Want hij zei, jullie hebben het allemaal over vogels. Ja, we beginnen het nummer mee, Herman. Doe even de eerste twee regels. Wat? Van dit nummer. Een kip en een kuik. Ja, zei de vogelsman. Ja, nee, maar het ging om het woord. Het ging, ik denk, want ik heb juist, commercieel als ik ben, heb ik gedacht, er moeten wel vogels in. Mag ik een kort antwoord van een van de heren? Gaan jullie met z'n tweeën nog iets samen doen? Ooit in de toekomst, wat zijn de plannen? Kort, Herman? Ja. Dankjewel. Jilt? Vast. Hartstikke mooi. Jilt en Herman, dankjewel. Herman en Jilt, mij met een mooie dij. Nou. Intussen op tafel, Jilt Heidstra, om deel te nemen aan de muziek in bedrijf, of de, ja, dat is origineel, de muziek in bedrijf, mini muziekquiz. We hebben nog als top 100 mini muziekquiz in dit programma. Hoe volle wist van Friese muziek, Jilt? Ik had geen idee. We zullen het testen, oké, okay, bedankt. We zullen. Ja. Danny van den Berg, als tjinstander, als orenkandidaat. De best van oorsprong Jefriers, de komst uit Noordwijk. Wij komen uit Noordwijk, ja. Ja, maar dan ben je in Riet en best het tier actief in het dwarpsleven, heb ik begrepen. Ja, we zitten bij het kaatsbestuur. Dus we vinden het leuk om wat te doen voor het kaatsen en voor riet. Ja. Absoluut. Oké, okay. En de volgens de hele Friese cultuur? We volgen Omroep Friesland veel, want de taal moet je een beetje bijblijven om te verstaan. Om te praten wil ik het niet. Maar nee, daar weg is die nooit om? Nee, ja, als ik dronken ben, dan vloekt er wel eens wat uit. Maar normaal gesproken, nee, gewoon lekker. Het verstaan is voor mij. Maar vind je Friese muziek leuk en de dingen die in Friesland gebeuren en dat volgens graag? Ja, absoluut. Ja, de cultuur en de dingen, schitterend. Nou, we zullen die kennis testen van de Friese muziek in de muziek in bedrijf of de top. Ik versprek me dus, de top 100 mini muziekquiz is het. Daar is die. Top 100 mini muziekquiz. Nou, vraag hier even die een punt op. Vraag 12 punten. Vraag traaien punten. En zo komt er een winnaar, Rolien uit de. Top 100 mini muziekquiz. Ben je er klaar voor? Oké, nou goed. Vraag 1. Al 2 jaar staat Gurbe Douwstra met de Cliffs of Moher op nummer 1 in de top 100, de Friese top 100. Gurbe heeft het hier een nieuw album uitgebracht. Wat is de titel van dat album? Is dat Dis is Twarm, Thuis of Mijn Eigen Paad? Begin met Danny. Dus antwoord B. Ja, ik weet het, B. Ja, is heel goed bij, dus prima. Oké, correct. Bij die punt. Vrachtwagier, Nieke Laafman. Ja, begin even. Raptro, vrachtwagier. Ja. Nieke Laafman kreeg dit hier een hege onderskering, de Edison. Zij kregen die onderskering voor haar laatste album. Alweer de vraag, wat is de titel van dat album, van die cd? Is dat De Maisvrouw, Silesaat of Nomade? Jilt, begin nou bij. De Tredde. Nomade, zei ze dat. Ja. Ja, dat is nomade. Okay, nou, zo. Dus kennis alom je. Onvoorstelbaar. Ja, ik ging gelijk op, treien in treien. Hier is vraag treien. Daar zit een beeldfragment bij. Dope is gek, leuk noemer van Geertje de Boer. Het noemer staat op het debuutalbum van Geertje. En hier komt hij weer. Wat is de titel van dat album? Albumkenners graag deze keer. Ja. Is dat Solo But So Not Alone? Of B, Solo And A Little Lonesome? Of C, Solo And All By Myself?
Danny, begin over bij. Deze kennen we niet, maar ik zou gaan voor A. Geen voor C. Geert, dan hebben wij een winnaar. Ja, we hebben een winnaar. Ja. En de winnaar is Danny, want het antwoord is goed. Solo, but so not alone. Het is een beetje een aparte titel, maar hij is het. Helemaal goed. Danny, ja, een applaus voor Danny. Voor Danny. Ja. Ik jou die een CD. Net als mij is Danny Demmer de eerste kandidaat uit het publiek, maar die te doen had van een bekende Friese. Dus dat is een leuk feit om even vast te hebben. De eerste publiekskandidaat. Zien hoe dat is. Jilt. Helemaal goed. Sorry, jongens. Succes, Jilt. Nou, dat wie het alweer. De laatste aflevering van Top 100 op televisie. We zijn klaar, een beetje. De trog, nou hadden we hier nummer live in de studio dadelijk. En stemmen kan altijd nog op frisketop100.nl. Elke 50ste stemmer krijgt een cadeau. Ontwarde Chris Dij, de Frieske. Maar voordat wij het recht uitgeven, nog één keer Triality. Mooi dat Chris nummer. Je hebt ook een clip bij. Chris Dream is het nummer. Zij zullen het voor u spelen als eind van deze aflevering van Top 100 TV. Ja, maar het is echt te zien op Twarre Chris Dij bij Omroep Friesland Televisie. Maar een tal oren Friestalige Chris nummers in een speciale Chris special. Maar nou dus nog één keer in de studio. Triality, my Chris Dream. Een applaus voor ze. Tot door hier. Bedankt. De stilte vallen, de winter schittert uit alle macht. Een witte vrat als in een meerke, en het loed dat stiet op zacht. In een hoes baant het hut vuur. Zeft jong ik huze lied, voor dat misschien sissen dat het goed mij geeft. No maar. Christ, dan mis ik Dij het meeste. In elke nacht trim ik Dij dichterbij. Maar die hem zon mij hinder, als mij vest in die het in het dood. Dook is mij nog triste. Ik mis Dij zaak in de Christie. Zelfs niet mij, krijgt wat uit op een terraske. In de vierte klinkt u zijn lied, kem ie vreunen, sisse, dat het goed mij giet. Ik net om Christ, want dan mis ik Dij het meeste. In elke nacht, drim ik Dij dichterbij. Het allermeeste.